Nu enkele informaties over de missie zelf. Dus ze vertrokken 24 maart 1992 en teruggekomen 2 april 1992. Dus 8 dagen en 22 uur dat we in de ruimte geweest zijn. Dat tellen ze dus voor 9 dagen. De omwentelingsbaan was circulair, dus een cirkel rond de aarde op 3000 kilometer hoogte. Een inclinatie van 57 graden, dat betekent dus dat we ten opzichte van de evenaar tot 57 graden noorderbreedte gingen en dan tot 57 graden zuiderbreedte. Maar onze omwentelingsbaan die is vast ten opzichte van de zon. Maar de aarde draait en dus in een anderhalf uur dat we eens rond de aarde geweest zijn, is de aarde gedraaid van 22,5 graden. Ben je dus boven een andere regio in zekere zin. Hè? Dus is het pas na 24 uur, dus 24 keer ben je van 22 graden en half verschoven, dat is dus 360 graden. In 24 uur heb je dus gans de aarde gezien. Maar natuurlijk ondertussen moeten we ook nog werken en slapen, dus je kunt niet altijd blijven kijken. Onze missie heeft dus 9 dagen geduurd en die 9 dagen hebben we 143 omwentelingen rond de aarde gemaakt. En daarbij is dus het daglicht voor 60 minuten en nacht voor 30 minuten. Nacht is dus in de schaduw van de aarde. En dat is dus 30 minuten. En ertussen heb je dan iedere keer een zonsopgang en een zonsondergang die zeer spectaculair zijn. De bemanningsleden waren 7 astronauten, waarvan ook 1 vrouw. Dus wij hadden ook een vrouwelijke astronaut aan boord, Cathy Sullivan. En dat maakt dat we toch een beetje dezelfde verhouding hadden als de verhouding van astronauten tot mannelijke tot vrouwelijke astronauten. We werden in 2 teams, een rood team en een blauw team, dus, die elkaar aflosten. Dus elk team werd 12 uur. En dan werden we dus vervangen door het tweede team. Op die manier hadden we 24 uur, werden we 24 uur op 24. Dus het was geen minuut die verloren ging van de tijd dat we in de ruimte waren. Wetenschappelijke opdracht was dus visite planetaire. Dat was dus diagnostiek van de atmosfeer. Dus het meten van die minderheidsbestanddelen die zo belangrijk zijn. Dat is als ozon, CO, CO2, stikstofoxides, dat allemaal hebben we gemeten van in de ruimte. En, het is zo, dat werd dan gebruikt voor de mathematische modellen van de atmosfeer. En kwam onze meting niet uit volgens de berekening van de mathematische modellen. Wel, dan moesten ze mathematische modellen maar veranderen, want wij hebben de werkelijke waarden gemeten gedurende onze vlucht. Dan hebben we ook de straling van de zon gemeten, omdat dat de energie is die we nodig hebben voor al die chemische reacties die er zijn. En dan aurora's zijn ook een interactie tussen de zon en onze aarde. Dus de zon die zendt zonnewind in de ruimte, dus die ook naar onze aarde komt en die door ons magnetisch veld niet in de atmosfeer kunnen binnendringen, maar dus afgebogen worden naar de polen. En aan de polen zijn er zoals een soort trechters, deeltjes dan in de atmosfeer komen. En dat geeft dan mooie verlichtingen aan de polen. Mensen die reeds bezoek gebracht hebben aan Finland of Zweden of Noorwegen, die weten hoe mooi aurora's kunnen zijn. Wij hebben daarop metingen gedaan en we hebben zelf enkele aurora's kunnen maken, wat dus een elektronenkanon dat we dus konden, waarmee we konden elektronen in de atmosfeer sturen, zodanig dat we dus ook kleine wolkjes konden zien. En dat was de eerste keer dat dat ooit gebeurd is, dat we dus zelf aurora's hebben gemaakt. Hier dus enkele beelden van de vluchten, die hebben we wel in het film al gezien, hè? Dus
de orbiter, dus de shuttle zelf, het vliegtuig, is vastgemaakt op een uitwendige tank waar de brandstof zich bevindt voor de drie hoofdmotoren. En die brandstof, dat is vloeibare zuurstof en vloeibare waterstof. En als dat verbrandt, geeft dat zuurstof plus waterstof, geeft dan water. Dus dat is absoluut niet vervuilend. Maar om het geheel weg te krijgen van de aarde hebben ze nog twee stuurraketten nodig. En die werken dus met vaste brandstof. En dat is wel meer vervuilend. Dat is met een poederbrandstof. Dus de keer dat dat aangezet is, kunnen ze dat niet stoppen. Terwijl de motoren van de shuttle zelf, met vloeibare brandstof, die kunnen op elk ogenblik gestopt worden. Hier de bemanning, de rode en blauwe team. En de gezagvoerder, die dus half blauw en half rood is. En hier heb je nog eens onze gezagvoerder bij het vertrekken, dus als we nog onze ruimtepang aan hebben, maar natuurlijk nog een helm erboven. En, maar dat is dus het ruimtekostuum dat ons beschermt. Dus het is wel ruimtepak, beschermt ons tegen het luchtleden. Dus als we zouden een probleem hebben dat we moeten uitspreken, dan kunnen we het ook in het luchtledige. We hebben een autonomie van ongeveer 60 minuten met de zuurstof dat we aan boord hebben. In 60 minuten is het dan noodzakelijk dat we in de atmosfeer zijn op een hoogte waar we de zuurstof hebben die we normaal kunnen inademen. Gelukkig hebben we dat nooit moeten gebruiken. Maar we hebben ook dus een valscherm voor in geval van nood dus uit te springen en met het valscherm naar de aarde terug te krijgen. We hebben zelfs een bootje mee, moesten we in het water vallen, dat we kunnen nu opblazen, zodanig dat we dus ook beschermd zijn op dat ogenblik. Om te werken hebben we niet dat ruimtepak aan, doen we eenvoudig een t-shirt en een short aan, omdat het meer beweeglijk vrijheid heeft. Hè. Dus de temperatuur binnen is gecontroleerd tussen 20 en 22 graden. En de stoelen die zijn dichter gevouwen. Dat is dan het, wat we noemen de afterflight deck, dus de achterzijde van waar dat het cockpit is. En dat zijn al onze instrumenten die we bedienden met die knoppen, dus ingewichtig zijn. De stoelen die worden, eens in de ruimte zijn, worden die stoelen dichtgeklapt, want daar absoluut niet nodig. Dat is absoluut nutteloos om daar een stoel te hebben, je kunt er toch niet op blijven zitten. Wat dat je hier ook overal ziet, is die velcro, die blauwe vlekken, dat is velcro. Dat komt omdat je al je voorwerpen, een pen, een potlood, een boek, een lens, overal zijn de kleine strips velcro aan. En je kunt het niet ergens neerleggen, je moet het altijd vastmaken dus op zo'n velcro strips, anders vliegt het weg. En dus het is zeer moeilijk om het te vinden. We hadden dus twee niveaus. En het tweede niveau is dan het middek. En dat is waar we verbleven als we dus niet aan het werken waren. Dus dat ook daar de couchettes, zoals je gezien hebt in het film. En het eerste dat we deden na een shift van 12 uur was dus gezamenlijk eten. En je ziet hier, zoals je op de film ook gezien hebt, de verschillende potjes, plastic bekertjes met dus het voedsel in. Dat is over het algemeen dus gedry-freeze, geliofiliseerd. Dus dat ze nemen het vocht eruit. En dus in de ruimte voegt er dan vocht aan toe en krijgt het naar zijn natuurlijke vorm terug. En dat is min of meer een natuurlijke vorm. En het eten is normaal, het is niet gastronomisch, maar het is dus wel goed eetbaar. Het is vergelijkbaar met wat je eet als je ergens op kamp gaat. Dus dat is dan toch altijd voldoende voedsel en goed genoeg en voedzaam genoeg om dus die 9 dagen te kunnen overleven. Hier is echt die we hadden van in onze cabine. Je ziet dat de
hemel pikzwart is gedurende de dagperiode. Je kunt zelfs geen, met het blote oog geen sterren onderscheiden. Maar als je aan de nachtzijde bent, dus aan de, in de schaduw van de, het zonnelicht, dan zie je veel, veel sterren. Zelfs zoveel dat het nog moeilijk is om je weg te vinden tussen de verschillende sterren. Dat is hier een foto van de zonsopgang. Dus, je ziet hoe spectaculair het is. Ja, dus shuttle wordt nu niet meer gebruikt. Dat was een van de laatste zendingen van de STS-45 van de Atlantis, dus waarmee dat wij gevlogen hebben. Omdat die dus ook gediend heeft om dat ruimteschip, dus de International Space Station, op te bouwen. Dus dat heeft 10 jaar geduurd om dat op te bouwen. En maar nu is het een prachtig laboratorium met 2 grote delen. Een gedeelte dat dus Russisch is en een gedeelte dat Amerikaans is. En daar heb je dan altijd dus 2 modules die vastgemaakt zijn. Dat zijn de reddingsboten, dat is niets anders dan een capsule Soyuz. Dus waarmee dan de astronauten ook naar het ruimteschip gaan. Maar er zijn altijd 2 Soyuzen die klaarstaan om terug te keren naar de aarde. Moest er dus een noodsituatie zijn, dan kunnen ze onmiddellijk in zo'n Soyuz stappen en naar de aarde komen. In enkele uren zijn ze dan terug met hun voeten op de aarde. En dan heb ik nog een klein filmpje van een paar minuutjes die dus weer heeft hoe dat gebeurt aan boord van het ruimtestation, wat er daar de mogelijkheden zijn. Kijken. Nee. Nee. Zo is. Je ziet hoe alles gewichtloos is. Spelen met water. Dat zijn de slaapgelegenheden aan boord van de ruimtestation. Ik denk dat we hier